toch? We zitten in Hassels. We hebben één show gespeeld vandaag. Gisteren ook shows gedaan, het is Emma's lunch. En we moesten allemaal samenkomen, want er gaat een grote aankomst gebeuren. En we weten allemaal niet wat het is. Nee, ik niet. Hebben jullie een idee van wat het zou kunnen zijn, de aankondiging? Wat denk jij dan? Wat zouden ze kunnen aankondigen? Dat we gaan verlengen! Morgen frietjes zijn met stoofvlees. Voor een jarigje. We worden jarig. Wat zou het grote nieuws van de dag kunnen zijn? Ik denk dat we volgend jaar opnieuw op tour gaan. Zelfde kast. Ik ga mee. Tour wordt verlengd. Ik ook! Ik ook! We zullen gewoon even afwachten, denk ik. Lieve mensen. Sorry dat wij zo van weer vallen, maar ik wil heel graag door. Mag ik jou even hebben? Lees hem lekker hard voor. Oh, nee, maar dat vind ik niet. Moet je al wel? Ja, want ik had het in een badjas. Kijk, dames en heren. Wij zijn genomineerd voor de publieksprijs van de 3 Biggetjes. Kinderen worden zo blij en wij worden blij van alle kinderen. En ik. Dankjewel allemaal, dankjewel publiek. En nou ja, we zijn heel blij. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Nieuws bekendgemaakt. Hey! We staan op de shortlist van de musical awards. We zijn nu nog met 3. Ja. Moet er nu nog gestemd worden of is het nu? Oh! Okay. Dat is belangrijk. Het kan nog gestemd worden op de dag van de show zelf. 24 april. Ja. Stemmen, jongens. Alleen voor mij. Doe het voor Peter. Doe het voor Peter. Ja, doe het voor Peter. En waarom? En waarom? Een beetje mond. Heel goed. En voor Noor. Ja. Jongens, het is me wat, hè? Het is leuk, hè? Oh. Eindelijk op die nominatie. Dankjewel. Dankjewel. De mensen kunnen nog stemmen, hè? Ja, ja, ze moeten stemmen. Maar dus, ik heb gehoord dat de vorige stemmen al gaan meetellen, maar we hebben er nog heel veel nodig. Dus stemmen, stemmen!